komt al vast. Hij krijgt hier met geen stok naar binnen. De zweverige abacadabra onzin. Zou ik niet doen. Even los. Ga je niet naar binnen, hè? In geen 100 jaar. Happy spirit. Wat een belachelijk, godslasterlijk, onzinnig gedoe. Maar pa, ik kan toch wel even binnenkomen? Ja, dan ga je zeker met de geesten praten. En jong leren met heilzame stenen. En me van mijn griep afhelpen. Ach, doe toch niet zo stom. Ik beloof je dat ik niks doe en dat er niks gebeurt. Gewoon even binnenkijken. Doe het dan voor mij, ma zou... Hou op over je moeder. Nou, even binnenkijken. Maar ik ben zo weer weg. Je bent nog steeds niet lekker, hè? Nee. En als het niet overgaat, dan ga ik naar een gewone dokter. En neem ik een gewone aspirine en een gewone grog en dan neem ik... Ja, hou maar op! De boodschap is wel aangekomen, hoor. Maar, wat vind je? Nou ja, je hebt het al vaak genoeg over gehad, hè? Je weet hoe ik over deze onzin denk. Nee, ik bedoel, wat vind je van de winkel? Nou, als al die troep er niet in lag, wel aardig. Kom je even zitten? En dan? Dan niks. Gewoon even zitten. Wat is daar achter het gordijn? Daar worden mensen geheeld. Ja, stop maar. Wil je dat drinken? Nee, ik ben zo weer weg.
vind het fijn dat je er bent. Ja. Maar zoals ik al zei, ik ben zo weer weg. Wat ze mij hiervan gevonden hebben. Geen idee. En we kunnen het er ook niet meer vragen. Stop. 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 Ik zeg ophouden. Sophie. 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 Stop. Hou op. Onmiddellijk. Hou op. Sophie. Ik zeg. Sophie. Stop. Sophie. 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 Je gelooft het, hè? Dat is zo stom. Sorry, pa. Oprecht sorry. Je weet hoe ik je moeder mis. Ja. Ik wil ze maar even bij ons zijn. Ja, maar dat kan niet. En we moeten verder met ons leven. Want dan kun je de strand zien. Stop, stop, stop. Ik wil het niet horen. Gebruik je nog steeds katoenen zakdoeken? Ja, wat is er dan mis mee? Jezus, pa. Zeg ik toch niet. Sorry. Sorry, Sophie. Vertel eens wat over de stenen. Echt? Ja. Zwarte toermelijn had tegen negatieve energie. En calciet tegen eenzaamheid. Oh. Nou, die denken dat ik dat ga geloven, hè? Nee, hoor. En opaal helpt bij emoties. En de actinoliet helpt bij emotionele groei. En angeliet helpt bij emotionele pijn. En de epidoot helpt bij frustraties. En is er ook eentje bij voor geluk? Ja, dat is de avonturijn en de celestiet. En tegen verdriet? De amethyst. Hoe ziet die eruit? Ja, best wel aardig voor een steen. Ja. En tegen de griep? Een bergkristal. Dat is een genezende steen. Mag ik die ook even vasthouden?
Als je wilt, mag je hem hebben. Cadeautje. Cadeau. Cadeau. Cadeau kan natuurlijk niet afslaan. Bedankt. Ik geloof best dat ik me wel een heel klein beetje beter voel. Ja. Ja. Pa, mag ik je nog wat vragen? Ja. Wil je dat lied zingen wat Ma zo mooi vond? Je bedoelt Wen? Ja. Waarom? Daarom. Omdat. Wen ik in deine Augen zie. So schwindet all mein Leid und Weh. Und wenn ich küsse deinen Mund, so wird ich ganz und gar gesund. Wenn ich mich lehn an deine Brust, kommt's über mich wie Himmelslos. Und wenn du sprichst, ich liebe dich, so muss ich weinen bitterlich. Dank jullie wel. Dank jullie wel.